Hallo lieve mensen van Coffee Beauty, wat leuk dat jullie weer kijken. En vandaag heb ik een best wel highly requested video. Want het gaat om de blazers van de Frankie Shop. Ik weet niet hoeveel DM's ik heb gekregen over deze blazers. Iedereen is gek op de blazers van de Frankie Shop nu. Ik ben naar de Frankie Shop in Parijs geweest. Je kan natuurlijk online bestellen. Ja, de reviews zijn niet zo goed. Je kan ook niet heel veel reviews over vinden. En ik dacht, ja, straks is het of te groot of te klein. En het retourneren is best wel een hoofdpijn, want je moet zelf betalen. Dus alle retouren moet je zelf betalen. En ik had er geen zin in. Toen wij gingen naar Parijs, dacht ik, ik ga naar de Frankie Shop. Nou, de winkel zelf is heel klein. De pashokken zijn heel klein. Volgens mij waren er 2 of 3 pashokjes. En super klein, minuscuul. De spiegel zat er buiten, dus je moet ook buiten om in de spiegel te kijken. Ik vond het niet zo goed, zo wauw. En toen ik daar was, hadden ze ook niet alles. Ze hadden ook niet alle matten. Dat was echt een beetje, ja, toch wel jammer. De meisje of mevrouw die mij hielp, die kon ook niet echt Engels. Ik kan natuurlijk ook geen Frans. Dus dat hielp gewoon niet echt mee. Dit was de blazer, de enige blazer die ze over hadden. Dit is de Bea blazer. En dat is ook de blazer waar ik voor ging. Of nou, ik ging eigenlijk voor de oversized blazer. Zo heet het volgens mij. Frankie oversized blazer. Maar die hadden ze dus niet. En toen hadden ze wel de Bea. En die... Ik twijfelde tussen de oversized, die was goedkoper dan de Bea, of de Bea. En ze hadden wel 1 Bea in large, en dat is deze. Die ik, ja, ik vond het, ik droeg het en ik dacht van, wauw, wat ziet dit er zo mooi uit. De oversized, de snit achter, hoe de materiaal, hoe het eruit ziet. Het ziet er zo cool en fashionable uit, maar heel, heel, heel groot. Normaal als ik de blazers van de Zara koop, koop ik ze allemaal large XL. Maar bij de Frankie Shop hoef je dat echt niet te doen. Het is zo, zo extreem oversized. Maar dat is ook, ja, de mode. Als je ziet hoe Justin Bieber en Hailey Bieber naar de Oscars zijn gegaan. Dat is allemaal van dit soort, ja, super oversized blazers. Zelf vind ik het geweldig. Ik vind ze zo mooi. Alleen ik twijfelde. Ik dacht van dit is wel heel groot. Maar toen zei ze ja, er is maar 1. En ik wist dat online was er ook geen M meer beschikbaar. Dus ik dacht ja, ik neem het. Ik neem het gewoon. Toen ik aan het googelen was, toen zag ik dat er dus nog een, ja, niet pop-up, maar volgens mij is het een standaard winkel van de Frankie Shop in de winkelcentrum Samaritain, volgens mij heet het. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon daar naartoe. En toen zijn we daar gegaan en toen keek ik, hadden ze weer geen medium. Wel een small en die was wel goed. Nou ja, uiteindelijk dacht ik, ik blijf gewoon met de large. Maar nog steeds vind ik, ja, de large is een beetje groot. De meiden die daar ook allemaal blazers aan het kopen waren, die zeiden ook tegen mij, nee, koop niet de small, koop de large. Als je echt zo'n kantoorlook wil, ga voor de small. Maar als je echt gewoon edgy en ja, trendy uit wil zien, moet je echt voor de large gaan. Nou ja, dit is een tandje, ja, iets groter dan wat ik had gehoopt. Hij is echt gewoon groot. Maar het maakt mij niet uit. Het ziet er inderdaad edgy uit. En dat is ook niet... Ik wil niet de look van een kantoor of je vrouw look. Ik wil natuurlijk dat edgy look. Dus ik ben er toch voor gegaan. En hier heb ik het zo, zo veel gedragen. De materialen zijn zo dik. Dus je kan het ook dragen als een soort jas. Over jurk, over leggings. Over van die fietsleggings. Dus ik ben van plan om dit zoveel te dragen deze lente en zomer. Dus het geld dat het heeft gekost ga ik zeker terugverdienen door de aantal keren dat ik dit ga dragen. De Bea blazer is, hier zie je,
dat de mouwen, zeg maar, zo naar beneden gaan. Dus het is echt, dat is de hele ding van de Bea blazer. De andere blazers vind ik, ja, te, ja, vierkant. Ik denk van de blazers van de Frankie Shop die ik heb geprobeerd, is de Bea blazer verreweg het meest mooie en edgy blazer die ze hebben. Het is vaak uitverkocht. De kleuren zijn vaak uitverkocht. Zoals ik zeg, medium. Maar je moet het heel veel in de gaten houden. Want wat ik zeg, soms zie je dan online weer de medium beschikbaar. En dan weer de S of dan weer de L. Dus je moet gewoon heel vaak de website in de gaten houden, vind ik. Tortoiseshell Buttons heeft het. En hier ook een zakje. Het is echt heel mooi. En de achter, dit soort openheid die het heeft, dat vind ik geweldig. Dat is echt wat ik zocht in een blazer. De zwaard is echt pikzwaard. Het is zo chic. Ja, ik weet het niet. Ik word niet gesponsord door de Frankie Shop of zoiets. Maar ik vind hun blazer echt de beste blazer die ik ooit heb getest. En ik heb heel veel blazers in mijn kast. Want ik hou van blazers. Ik vind de look heel mooi. Maar ik miste echt dat edgy look van een oversized blazer. Dat ene blazer die je overal draagt. Voor naar de supermarkt. Voor een avondje uit. Je kan het downdressen, updressen. Hoe je wil. Dat zocht ik. En eindelijk heb ik hem gevonden. Met Bea blazer. Wat ik zeg, dit is L. Hij is super, super oversized. Oh, je moet er echt van houden. Je moet echt wennen. Later thuis heb ik ook deze kleur gekocht. Dit is de late volgens mij. En ja, de kleur. Ik denk dit past bij alles. Heel mooi voor in de lente, zomer. Noem het maar op. Het is een heel chique kleur. Dit is ook de Bea blazer. En dit is wel in maat M. Deze heb ik gekocht online. Hierachter weer die openingen. Ik ben van plan om dit heel veel te dragen. Met zwart. Met fietsleggings. Maar ook onder een mooie zwarte jurk. Ja, I love it. En als ik moet zeggen. Compared de maten. Ik zou zeggen, ga voor je eigen maat. Dus voor mij is in dit geval de medium het beste maat. Dus die late is echt bij mij het mooiste. Hij is nog steeds oversized. Nog steeds dat edgy look. Maar gewoon goed. Mooi. Groot genoeg. Maar die zwarte die in de maat L is, dat is wel echt een categorie toch wel iets groter dan je hoopt. Maar nog steeds edgy, mooi. En ik ben van plan om die sowieso ook te dragen. Het voordeel van iets groter is dat je natuurlijk dikkere kleren. Dus in de winter kan je dat blijven gebruiken zonder dat je zo eruit ziet. Wat ik jullie aanraad is gewoon voor je eigen maat gaan. Ga niet naar de Frankie Shop als je echt iets heel strak wil. Iets heel kantoorlook wil. Ga naar de H&M, ga naar de Zara voor dat soort kleren. Want de Frankie Shop heeft alleen maar oversized dingen. Hun broeken zijn ook van dat oversized look. Hun blazers allemaal zijn wel oversized. Nogmaals, ik vind Bea het mooist van hun categorie oversized blazers. Omdat die zo gaat bij de schouders. Want je hebt diegene die echt zo als een soort piloot. En dat is voor mij ook niet zo mooi. Dus voor mij is de Bea blazer en de oversized blazer de top blazers van de Frankie Shop. Nogmaals, oversized blazer is altijd uitverkocht. Dus je moet net geluk hebben. En ga gewoon niet als je... Want ze zijn duur. Het is een redelijk duur geprijsde blazer. Die je lang mee kan doen en lang kan gebruiken en dragen. Maar niet als het niet jouw stijl is. Het is een heel uitgesproken stijl. En natuurlijk, je kan nog wennen. Ik moest ook wennen de eerste paar keer met die zwaarte vooral. Die was echt heel erg oversized. Je moet wennen, maar soms is het gewoon niet je stijl. En dan moet je het ook echt niet doen. Want het is natuurlijk een duur blazer. Een investering. Het gaat heel lang mee, denk ik. Welke kleur vind ik het mooiste? Ik denk de zwaarte is
timeless. Je kan het dragen met elke kleur, elke moment. Die late kleur is ook super mooi. Kan je ook met heel veel dingen. Maar als je moet kiezen, want die vraag kreeg ik ook van... Oh, ik twijfel in die kleuren. Ik zou voor zwart gaan. Als je niet een super oversized blazer nog hebt, dan zou ik voor zwart gaan. Want je kan het met alles dragen. En het staat mooi met alles. Terwijl een andere kleur, ja, gaat niet echt mooi bij alles. Ja, het is eigenlijk eigen keuze. Wat draag je het meest? Maar ik zou voor zelf voor het zwarte gaan. En altijd je eigen maat. Of zelfs een maatje kleiner. Want de small heb ik ook gepast. Van de Bea Blazers. En die was ook nog steeds oversized. Maar ik twijfelde. Want ik dacht van, ja, ik wil gewoon echt niet wat ik heb bij Zara, dat ik dan extra large, extra large blazers koop. En ze zijn niet echt dat oversized. En ik heb al dat soort blazers. Dus daarom twijfelde ik en heb ik toch medium large gekocht. Maar als je heel petit bent, ga gewoon voor een maatje kleiner, zou ik zeggen. En verder online. De late heb ik online gekocht. En zonder problemen. Die kwam, ik denk in 3 dagen echt ultra snel kreeg ik mijn pakje. Ik kon het ook tracken en tracen. Dus al die verhalen die je ook leest op internet. Of eigenlijk zijn er niet genoeg verhalen. Daarom dacht ik, ik maak ook deze video. Er zijn niet genoeg verhalen over de Frankie Shop. Maar ik vond het gewoon heel makkelijk gaan. Mijn pakje kwam heel snel. Alleen hij was wel... ja, gevouwen, waardoor er heel veel creases zaten op de blazer. Dus dat is wel een beetje jammer dat ze niet echt mooi en een beetje, ja, ruim verpakken. Maar echt zo geplaapt, zo'n hele blazer in zo'n pakje. Dat was de downside. In verre zou ik echt aanraden om het te kopen in Parijs of in New York als je daar bent. Want daar zitten ze ook. Ik hoop natuurlijk dat ik jullie vragen zo een beetje heb beantwoord. Mocht je nog meer willen weten, ik heb een blogpost over geschreven. Met wat meer details over de materialen die ze gebruiken en waarvoor ze staan. Mocht je dat meer interesse hebben, lees het. Het staat hieronder gelinkt. Ja, ik zie jullie weer bij de volgende video. Mocht je je afvragen waar deze mooie jurk van is. Dit is van Abercrombie. Ik heb een haul met mijn favoriete nieuwe jurken. Zomerse jurken van Abercrombie. Dus wil je die zien? Ik zal de video hier ook linken. En vergeet mij niet te volgen op Instagram, Fanny van Hetzelfde. Want daar... ja, daar share ik de meeste dingen. En kan je ook iets meer zien van mij. Nou, tot de volgende keer. En ik zie jullie weer heel snel.